De reactie die ik op mijn collectie krijg is positief als negatief. Heel veel mensen zijn wel die mij steunen qua Nederlandse media en mensen uit Nederland, maar ook Afghanen in het buitenland wonen die mij steunen. Ja, er hebben wel een bepaalde groep mensen die wat tegenwerken en ik heb ook heel veel bedreiging en dat soort dingen en negatieve dingen gekregen. Maar goed, ik haal altijd mijn inspiratie nog daarvan uit. Als jij ook niet mensen hebt die wat negatief reageren, dan kom je ook niet verder. Dus daarvan haal ik ook mijn motivatie en creativiteit uit. Een volgende collectie was van mij over twee culturen, zeg maar. Was Culture Clash. Mijn tweede collectie die komt, zeg maar, die ik in Parijs ga presenteren. Het gaat om geloof. Het is best gevoelig op dat moment. Iedereen heeft over geloof. En als iets misgaat, wordt gelijk naar het geloof gekeken. Maar ook al weten wij dat de persoon fout is, maar goed, geloof wordt daarbij betrokken. Altijd daarbij betrokken. En ik zei, ik ga iets ontwerpen die wel met geloof te maken heeft. Dus, mijn nieuwe collectie gaat over geloof.